Vandaag zijn we te gast bij Theater Markant, bij de Ulisse Musical. En niet voor, maar achter de schermen. En wat gebeurt er nou hier achter de schermen bij de Ulisse Musical? Er zijn duizenden mensen hier naartoe gekomen om de musical te bekijken. Maar nu geven wij u een kijkje dus achter de schermen. Hi. Hallo, zakje vergeten. Nico de Hollander, we zijn hier achter de schermen en jij gaat ons vandaag meenemen. Dit is bijvoorbeeld het geluid hier, hè, want dat is ook heel belangrijk. Dit is elke avond worden alle deelnemers van de cast worden een microfoon opgehangen. Alle castleden hebben een microfoon, zonder uitzondering. Mm-hmm. En dit is de eerste handeling die verricht wordt. Hier vandaan gaan ze naar de sminkkamer. Ja. En daarna gaan ze zich verkleden. En langzaam maar zeker toe werken naar het moment dat om 8 uur gaat beginnen. Thomas, jij bent druk in de weer hier met mensen in snoeren. Ja, met het beplakken en bezenderen, ja. Inderdaad. En hoeveel per avond ga je dat doen? Ik plak er 50 vandaag. En dan hebben we nog een paar zenders voor spare. Voor de zekerheid. Als er eentje uitvalt, hebben we nog een extra liggen. En verder kun jij gewoon op je krent zitten hier de hele tijd? Of heb je toch nog meer te doen dan alleen maar... De microfoons moeten wel goed blijven zitten natuurlijk. Dus ik ben druk in de weer bij alle verkledingen checken of het allemaal goed gaat. Ja. En goed in de gaten houden of het met de frequenties allemaal best loopt. Of dat we ergens problemen krijgen en moeten we frequenties veranderen. Nou, hier zie je dus de plaats waar alles verzameld wordt. Dat gaat zo dadelijk en dat wordt per scène wordt dat op podium gereden. Ja. En je ziet prachtig mooie decorstukken. En alles op wieltjes, Nico? Eigenlijk alles wat gesleept moet worden is op wieltjes, tot en met de gewone tafels aan toe. En hoeveel mensen zijn er mee bezig geweest nou eigenlijk met decor? 17 man zijn daar een jaar lang, 2 avonden in de week mee bezig geweest. Dus moet je kijken, dat is toch heel erg. En gigantisch enthousiast, want je ziet echt hele mooie stukken. Dat zijn ook alle grote stukken die natuurlijk naar beneden komen. Nou, je zegt daar dus een aantal stukken van Barouge. Maar dat is wat er dus allemaal op het podium gereden wordt door wat wij dan noemen decordouwers. Nou, hier lopen we dus achter het podium in een gang waar alle mogelijke requisieten klaarstaan. Requisieten voor de mensen. Er staan ook overal namen bij. En aan deze kant zie je per scène zie je wat voor attributen mensen mee moeten nemen. Het is namelijk zo dat op het moment dat een bepaalde speler bijvoorbeeld deze tas moet dragen tijdens een bepaalde scène, dan weet die speler dat ze bij scène 7 deze tas moet pakken en ook weer nadat ze dat gespeeld heeft, teruglopen die tas op dezelfde plek terugzetten. Zo gaan er nooit dingen kwijt, want je ziet hoe gigantisch veel spullen er allemaal staan voor elke scène die gebruikt moet worden. Ja, maar nou, als er dadelijk 20 of 30 mensen hier tegelijk lopen, wordt het dan niet een warboel? Nee, want iedereen weet precies waar die moet lopen en hoe die moet lopen. En hier is het dus giga druk. Want hier naast de kastleden zijn hier ook een groot aantal dames die mensen helpen met aan- en uitkleden. En dan is het hier ook doodstil. Een en al beweging, maar doodstil. Maar iedereen weet precies wat hij moet doen. Dat is gewoon heel compleet ingetraind, als het ware. Nou, hier hebben we een beetje armoedige tafel, maar die is verschrikkelijk belangrijk. Hier staat de baas tijdens de voorstelling, als het ware, die de baas is over het toneel. Die bepaalt wie er wel, of je wel of niet op het toneel mag. Die geeft hier vanuit de signalen, wat hierboven weer plaatsvindt, welke decors omhoog en naar beneden gaan. En geeft signalen naar de decormensen. Gaan met de decors het podium op. Dat is deze man, die is buitengewoon belangrijk. Die heeft ook het hele script meteen voor zich en die ziet alles en die weet alles en die houdt eigenlijk de veiligheid ook voor een heel belangrijk gedeelte in de gaten. Nou, hier is de sminkkamer en daar is op het moment topdrukte, dus ik zou zeggen, ga even kijken. Dirk van der Brand, de hoofdrolspeler in het stuk. Rust er niet een hele zware last op je schouder? Nou ja, weet je, het was gewoon. Ik zei, een jaar geleden zijn we hier aan begonnen. En het was wel
toen ik in was het januari te horen kreeg dat ik deze rol kreeg, nou, ik was door de dol. Ik ben meteen naar de regisseur gegaan om echt om te bedanken. Bedankt voor het vertrouwen. Want qua ervaring, ja, ik vind het heel erg leuk om te doen, maar ik heb nooit een toneelopleiding of iets gevolgd. Dus het is, ik zing al 6 jaar, zangles, maar ja, het was wel, ik vond het heel erg spannend en vooral het was echt top dat ik deze kans heb gekregen. En ja, met 2 handen heb ik hem aangepakt en ja, het publiek is er haast enthousiast steeds, dus kennelijk doen we het goed. Dus, ja. Elke keer toch weer spannend hoor. Niet dat, dat het me in de weg zit, maar ik vind het wel elke keer weer spannend, ja. Want je gaat op het toneel, kijk je ook naar jezelf terug toen je jong was? Ik heb een jongere versie en die jongere versie, ik ben heel trots dat ik haar jongere versie mag zijn. Haar oudere versie mag zijn, ja. Hoe is dat nou als jonge Tieneke te spelen? Ja, heel leuk. Een eer. Hoe heb je het ervaren, 13 keer spelen? Heel erg leuk. Ik was van tevoren wel een beetje bang dat mijn stem het niet zou houden, omdat ik een beetje stemproblemen heb gehad de laatste tijd. Maar verrassend goed, dus vanavond nog 1 keer knallen en dan is het voorbij. Ik doe dit met zoveel plezier en er zijn zoveel mensen die hier aan meewerken. Zeker de laatste, het is bijna 3 weken hier in het theater, met inclusief de laatste repetities. Heb je zo'n grote groep, het is 1 grote familie, je doet het echt met z'n allen. En het is heel raar dat je dadelijk na de voorstelling in 1 keer in een zwart gat valt met z'n allen. Dat je dus in 1 keer iedereen toevallig een keer in het dorp tegenkomt, maar niet meer elke dag of niet meer 2 keer in de week of 1 keer in de week. Het is echt heel, daar heb ik nog even niet aan denken. Lisbeth Schins, heel belangrijk voor de musical, want het heeft te maken natuurlijk met muziek en zang. Lisbeth, om met jou te beginnen, de zang, het is om eerst te zeggen, prachtig mooie zangnummers. Hoe is het gegaan? Ja, geweldig. Bart heeft ontzettend mooie muziek geschreven. Gerard de Graaf heeft de arrangementen gemaakt, dat mag er wel even bij verteld worden, want ze zijn prachtig. En en de mensen zingen geweldig. Het is 12 of 13 keer spelen. Kan het niet verkeerd gaan met de stemmen met de mensen? Omdat ze dan niet eigenlijk 13 keer gewend zijn elke avond. Nou, maar ze hebben heel intensief gerepeteerd. Zeker de laatste weken voor de voorstelling. En we hebben van tevoren hebben 3 repetitiedragen gedraaid. Van 's morgens 9 tot 's avonds 12. Dus die kunnen tegen de stootje. Hè? Op de virusjes na. Maar goed, er wordt aan gewerkt. Vanavond de allerlaatste. Wat gaat er voor je gebeuren voor jezelf? Ja, jammer. Het is een hele hechte groep. Die we toch bijna een jaar waar we mee samengewerkt hebben. En de sfeer is geweldig. Het is, de Kleenex zal rijkelijk aanwezig zijn, denk ik, vanavond. Het zal veel tranen vloeien, denk ik. Even heel snel een dansje doen. Waarom zijn we met z'n allen zo gezond op de bier? Waarom zijn we zo piek? En hoe is het gegaan met de muziek? Want je speelt met hoeveel orkestleden speel je? Er zijn 15 muzikanten bij. Dat is op zich heel goed gegaan. En we hebben ze ook sinds het eerst nog in de musical een violist erbij. En die is ook duidelijk te horen. Jo, ook voor jou vandaag de allerlaatste keer. Wat gaat er door jou heen vandaag? Jammer. Het is voorbij. Het is goed gegaan met het orkest, met de kaas, de zang. Alles is eigenlijk heel goed gegaan. En we kunnen ons weer voorbereiden op 2014. Ja. Ja.
U bent al druk bezig. Ja, ik ben vanavond de koffiejuffrouw. Want de voorstelling is aan de gang. Jullie hebben net opgeruimd. Hoe lang doe je daarover eigenlijk? Nou, we moeten ons eigenlijk natuurlijk ook een beetje aanpassen. Dus we zijn om 9:15 weer terug. En dat halen we makkelijk. Soms hebben we maar een half uurtje, 3 kwartier. En als het nou is het volle zaal, hè? Dus 3 kwartier, een uurtje hebben we al nodig. Ja. Nou, als het vol is, zitten er 600-700 man? 680. En dat redden jullie in 10 minuten? Ja, dat redden wij. Ja. Krijg je dat toch voor elkaar dan? Ja, gewoon keihard werken. Ja, oké, dan storen we jullie langer. Oké, dankjewel. Goed. Erover draait al die week. En Jelle dus. Haha, dus. Goed. En hij heeft ook dat prachtige gedicht ontwikkeld. Daar is de hoofd in. Ik zou haar zien. Ja, nu Atje. Tot zover weer een blik achter de schermen van de Udense Musical. Ik zit hier tussen allemaal crewleden. En hoe hebben jullie het gehad? Ja, geweldig. 14 dagen. Top. Zo weer over willen doen. Ja, want er komt zo meteen eigenlijk een scène. Want we zitten nu in een bad. Dat is voor de heren nogal erg leuk, toch? Erg opwindend, ja. Met al die dames zo meteen. Dat gaan we zien. Ja. Elke avond weer. Elke avond weer. En volgend of 2 jaar weer of niet met z'n allen? Als het enigszins kan, graag. Dit was het, achter de schermen vanuit Theater Markant. Graag tot de volgende keer. En proost, hè, jongens. Ja. En meiden. Bubbels voor meneer. Bubbels.